Almere City bereidt zich voor op de belangrijke thuiswedstrijd tegen Top Os van dinsdagavond. Nieuw dit jaar bij Almere is de Belg Xian Emmers. Die wordt gehuurd van de Italiaanse topclub Internazionale. Emmers is gehaald als de beoogde nummer 10 in Almere, maar sloot later aan in de voorbereiding en zal voorzichtig gebracht worden door de club. Ik word hier steeds fitter en dat is nu het hoofddoel, om gewoon fitter te worden en dan naar die basisplaats toe. Ja, heb je het idee dat je daar dicht tegenaan zit momenteel? Ja, ik doe gewoon wat ik kan. Ik word steeds fitter. Iedereen helpt, dus ook trainers. Apart nog wat loopjes doen. Dus ik kom er wel steeds dichterbij. Want je hebt weinig gespeeld, hè, relatief het afgelopen half jaar. Hoe kan dat? Ja, het was een niet zo positief jaar voor mij bij Waasland Beveren. Maar dat is achter de rug en nu is gewoon volle focus op Almere City. En dan tegen Excelsior een invalbeurt, een aardige invalbeurt. Hè? Je scoorde en gaf ook nog een leuk hakje, hè, bij die beslissende 4-6 van Tim Reserveur. Ik denk dat je daar wel met een redelijk goed gevoel op terugkijkt. Ja, natuurlijk. Weet je, het belangrijkste is dat we met die 3 punten naar huis zijn gegaan. En dat moeten we morgen ook gewoon weer doen. Xian Emmers is de zoon van oud-Belgisch profvoetballer Mark Emmers en tekende al op 16-jarige leeftijd een contract in Milaan bij Inter. Het was een goede periode. Ik kijk daar echt niet met spijt naar terug, zeg maar. Echt wel een goede stap geweest voor mij om een completere voetballer te worden. Ja, natuurlijk wel op een jonge leeftijd vertrokken, maar het heeft alleen maar ook beter als persoon gemaakt. Maar heb je al ook gewoon met de eerste selectie daar destijds meegetraind, met die grote mannen? Ja, ik heb 3 of 4 voorbereidingen meegedaan met de eerste. Dus daar leer je wel uit. Ja, met welke mannen heb je samen gespeeld toen? Ik stond naast onze landgenoot Nainggolan op middenveld. Dus dat was wel mooi. Ja, De Vrij was er ook toen. Ja, al die toppers, Icardi, van dat allemaal. Emmers werd door Inter in de afgelopen periode uitgeleend aan Cremonese, dat uitkomt in de Italiaanse Serie B, en aan het Belgische Waasland Beveren. Maar dit seizoen is hij dus neergestreken in de polder. Van het modemecca Milaan naar Almere. Het contrast kan haast niet groter. Ja, dat is ook zo, maar het enige wat telt is hier wat op dat veld gebeurt. Ja. Hoe is dat in Almere wonen, vergeleken met Milaan? Ja, ik vind het niet minder, hoor. Ja, ik vind het echt niet minder. Nee? Ik zit in het centrum, alles kortbij, dus ja, ik hoef de auto niet te pakken. Ja, maar het is toch wel een verschil tussen de Dom in Milaan en de Bottelaarspassage? Ja, ik vind het grootste verschil het weer. De rest is voor mij allemaal goed, hoor. Emmers zit dus dicht tegen een basisplaats aan en wil net als vorige week tegen Excelsior, tegen Top Os, weer minuten gaan maken. Ja, daar hoop ik natuurlijk zeker op. Maar het belangrijkste is weer die 3 punten mee naar huis nemen. En dat moet ook wel.